Maat. Wij zijn gewend te denken dat dat het verschil is tussen ons en de andere dieren. Gaat u ons die heerlijke gedachte ontnemen in dit boek? Ik weet niet of dat een heerlijke gedachte is, maar ik zeg niet dat mensapen of andere dieren morele wezens zijn zoals wij. Maar de moraliteit hebben we niet zelf verzonnen. Zo wordt het soms voorgesteld door vooral Kantiaanse filosofen. Zo van dat we dat allemaal zelf bedacht hebben. We hebben bedacht hoe het regelsysteem in elkaar zit. En we beslissen dan wat goed is en wat slecht is op een rationele manier. Maar binnen dat hele systeem maken we gebruik van menselijke empathie. Dus als je de menselijke empathie weghaalt, valt het hele morele systeem uit elkaar. Wederkerigheid, regelsystemen, verzoeningen. Er zitten allerlei elementen in, ja, in onze moraliteit, die je bij dieren kunt vinden. En dus de bouwstenen die zijn te vinden bij dieren. Apen weten wat het verschil is tussen goed en kwaad. Is dat zo? Dat is niet wat ik zeg. Nee, maar dat is de vraag dan. Kun je zo ver gaan? Ze hebben acceptabel en onacceptabel gedrag. Kunt u een voorbeeld geven van acceptabel gedrag? Nou, laat ik een leuk verhaal vertellen. Ja. Uit de Arnhemse dierentuin. Dat is een heel oud verhaal. Hadden we de gewoonte om de apen pas te voeren als iedereen binnen was van het eiland. Nou, op een hele mooie avond. Alle apen. En op een hele mooie avond waren er twee jonge dames waren buiten gebleven. Adolescenten, vrouwelijke chimpansees. Die waren buiten gebleven en die bleven daar tot 9 uur 's nachts. Dat was heel erg laat. En toen hebben we ze binnengekregen, hebben ze apart gezet. Toen hebben we de hele kolonie gevoerd. Maar iedereen was natuurlijk in een slechte bui vanwege het vertraagde eten. De volgende ochtend, wij waren het eigenlijk al vergeten wat er gebeurd was. Laten we de hele kolonie op het eiland. Die twee vrouwen worden gelijk in elkaar getimmerd door de hele kolonie. En dezelfde avond zijn ze de eerste die binnenkomen natuurlijk. Dus de kolonie heeft ervoor gezorgd dat een regel die wij in feite hadden vastgesteld eventjes onderstreept werd. En dat is acceptabel gedrag? Wel, in dit geval wat je ziet is dat ze regels kunnen vormen en regels kunnen bevestigen en handhaven. En correcties kunnen uitvoeren. Ja, en dat doen ze eigenlijk constant binnen hun systeem. En natuurlijk menselijke goed en kwaad. Wat we goed en kwaad noemen, is voor een groot deel regels die we hebben voor onze sociale omgang. We hebben u gevraagd om wat beeld mee te nemen en dat heeft u gedaan. U heeft een favoriet beeld. Dat konden wij voor de uitzending niet meer zien. Dus u moet zelf even uitleggen waar we naar gaan kijken. Is dat dat experiment met de twee kapucijnapen dat we nu gaan zien? Laten we eerst gaan kijken hier. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja. Goed. Dus wat we hier hebben is twee kapucijnaapjes die naast elkaar gezet zijn en die allebei een stukje komkommer krijgen voor een heel eenvoudige taak. De taak bestaat eruit dat ze ons een of ander steentje overhandigen. En zo gauw ze dat doen, krijgen ze een stukje komkommer. Ze geven een steentje en krijgen komkommer. En als je allebei komkommer geeft, zijn ze heel happy en doen ze dat 25 keer achter elkaar. Nu krijgt degene die rechts zit, die krijgt een druif. En degene die links zit, die krijgt nog steeds een stukje komkommer. Nou, kijk wat er gebeurt met de komkommer nu. Daar gaat hij, weggegooid. Nu krijgt de andere weer een druif. En degene die links zit, die krijgt een stukje komkommer voor dezelfde taak. Nou, kijk wat er nou gebeurt. Nou, laat ze het vallen, eet ze het niet. En kijk dan wat de ander doet. krijgt degene rechts krijgt weer een druif en die doet dat 25 keer achter elkaar. Degene links wil nou niet meer werken en heeft het opgegeven. En dus wat dit experimentje toont is dat een stukje komkommer wat normaal perfect is en ze zullen ze altijd eten als je het ze geeft. Als de buurvrouw een druif krijgt is het ineens niet goed meer. En dus het is een experiment over gelijkgerechtigheid en het gevoel voor gerechtigheid eigenlijk. Het meest simpele gevoel, zoals je het ook bij jonge kinderen ziet. Dus als je bijvoorbeeld als ouders thuis komt van een vakantie en je hebt twee kinderen en je brengt alleen maar een cadeau mee voor één van de twee, dan krijg je dezelfde reactie als deze aapjes vertonen. Oh. Ja. Kunnen ze ook elkaar helpen in de zin dat één zich bedreigd voelt of iets wil bereiken en dat de ander denkt van ik ga jou helpen of denkt de ander barst maar want als jij straks vertrokken bent? Er zijn heel veel hulpvaardige acties die vertoond worden. Soms vrij gecompliceerde acties. Maar de meest eenvoudige bijvoorbeeld, wij hebben in onze groep op het ogenblik hebben we een oude vrouw zitten die bijna niet meer kan lopen. Die heeft artritis, hoe heet dat in het Nederlands? Arthritis. En dus als die probeert in een of andere klimstructuur te komen, dan lukt het haar niet. En dan zijn er jongere vrouwen die achter haar staan en haar grote kont zo omhoog duwen tot ze erin is. We hebben het over chimpansees nog steeds. Over chimpansees. Ja. Waarom doen ze dat? Omdat die vrouw in de weg staat? Nee, want ze doen het.
Ze doen het ook als ze zelf heel gemakkelijk op een andere manier erin kunnen komen. Ze doen het voor haar? Ze doen het voor haar, ja. Ze reageren op haar. Ze brengen haar ook water. Dat hebben we nou laatst gezien, is dat, dat ze soms gewoon ergens zit... en dat je ziet dat ze opstaat om naar de waterkraan te lopen. En voordat ze er is, is al een jonge aap heen gerend en heeft water gehaald... en spuit het gewoon, spuugt het in haar mond. Zo. We zien hier beelden zonder eigen belang dus. Ja, dit zijn twee apen die op elkaar klimmen om bij mijn kantoor te komen. Dat mogen ze eigenlijk niet. Maar het toont samenwerking, hoogontwikkeld. Laten we dat nog een keer zien even, want dit ging een beetje te vroeg. Want uw kantoor zit daar bovenin? Zit daar boven, ja. Ik heb een aantal kantoren in het land en dit is één die op de apen uitkijkt. En dus een van die jonge vrouwen, die zijn ongeveer 10 jaar oud allebei, die vraagt de ander, die zie je, nu nodigt ze de ander uit om te komen. Ja. De ander komt. Die moet ook eronder gaan staan. Klimt er bovenop en dan gaan ze proberen samen. Dat lukt ze nooit, hoor, gelukkig. Maar wat is daar in uw kantoor waar zij zo graag bij willen zijn dan? Wel, dat is een spelletje wat ze ontwikkeld hebben. Zo ontwikkelen ze allerlei soorten. Maar het is niet dat u daar snoep gooit of... Nee. Maar goed, kijk, iedereen denkt altijd... We noemen het ook wel bij de beesten af. Of ze gedragen zich als beesten, omdat we daarmee willen symboliseren... dat beesten gaan voor zichzelf. Die zijn bereid wild om zich heen te slaan om het eigen doel te bereiken. En in termen van evolutie is dat ook logisch, want dan zou je denken de sterkste wint. En je wil de sterkste zijn. En dus eigenlijk is het gedrag van die apen, dat zijn watjes. Het zijn veel te aardige beesten. Het probleem is dat als wij mensen iets slechts doen, als we elkaar afmaken of martelen, dan zeggen we, we behandelen elkaar als beesten. En ik denk dan altijd van, er zijn heel veel beesten die dat soort dingen niet doen. Nou, er zijn een heleboel slechte neigingen in dieren, zoals agressie en ze maken elkaar soms af en dat soort zaken. Maar er zijn heel veel goede neigingen. En dus een van de argumenten in dit boek is dat de menselijke moraliteit maakt gebruik van een heleboel van die positieve neigingen die we in dieren zien. En als we niet een primatenpsychologie hadden gehad, hadden we nooit moraliteit kunnen ontwikkelen. Dus wij hebben eigenlijk ons goed en kwaad denken aan deze dieren te danken. Zonder deze dieren zouden wij dat niet hebben. Zouden we niet het soort van groepsverband hebben waarin dat nodig is? En zouden we niet de capaciteit... Bijvoorbeeld empathie. Neem het inlevingsvermogen dat wij hebben. Wij mensen worden geboren met een inlevingsvermogen. Zonder dat vermogen kun je geen moraliteit hebben. Hier zou je het mogelijk kunnen hebben. Maar komt dat uiteindelijk toch niet voort om gewoon om te overwinnen? Heb je die empathie niet nodig, dat inlevingsvermogen, om te snappen hoe je het zelf moet doen? Ja, uiteindelijk, het evolutionaire denken is dat uiteindelijk is het een ingroep fenomeen, niet een uitgroep fenomeen. Binnen de groep is het belangrijk om cohesie en samenwerking te hebben en dat bevordert de overlevingswaarde voor alle individuen in de groep. En dat is gericht tegen andere groepen. En dus daarom is onze moraliteit ook veel meer van toepassing binnen de groep dan buiten de groep. Buiten de groep maken we mensen af en dat doen we nog steeds. Maar dat hebben we op een hele grote schaal gedaan. Buiten de groep gelden onze morele regels veel minder. En dus tegenwoordig hebben we wel discussies over de universele rechten van de mensen en dat soort zaken. Of rechten van dieren zelfs. Ja. En dus we zijn aan het uitbreiden dat hele morele domein... Maar dat is niet hoe moraliteit begonnen is. Moraliteit is begonnen als een binnengroep fenomeen. Toch komt er in uw boek ook een aap voor die een vogel redt. Ja, mensapen hebben zo'n hoog ontwikkelde empathie... dat ze dat ook kunnen toepassen buiten hun eigen soort. En dus ik beschrijf het geval van een bonobo... die een vogeltje was tegen het glas gevlogen in een dierentuin. En die heeft het vogeltje genomen naar het hoogste punt van een boom... en heeft de vleugeltjes uitgevouwen en heeft het vogeltje proberen weg te sturen. En dat is heel interessant, want hij heeft dus een gedrag vertoond... wat op een vogel van toepassing is. En niet, zou absoluut niet goed gedrag zijn voor een andere bonobo... maar het was een goed gedrag om toe te passen op een vogel. Dus ze hebben een voorstellingsvermogen... wat ze dan gebruiken in dat gedrag. U schrijft ook over een stuk waarin het over dezelfde apen gaat... waarin de ene aap in de gaten krijgt dat als hij voedsel pakt... dat de andere aap daardoor... pijn leidt, gegezeld wordt min of meer. Ja, dat is een oud experimentje wat we tegenwoordig waarschijnlijk niet meer zouden doen. Maar dat is een experimentje waarbij ze apen hadden. Een aap die kon, als die aan iets trok, kon die voer krijgen. Nou, wat ze dan deden is dat als die aan dat trok, dan kreeg zijn buurman een schok. Elektrische schok. Dus schilder van de pijn, ja. En hadden ze een aantal apen die hebben niet meer willen eten. Dus er was één aap die wou 5 dagen niet meer eten. Een andere aap heeft 12 dagen niet meer gegeten. Een hongerstaking uit solidariteit. Een hongerstaking omdat hij dat niet wilde doen. Maar hoe kan het dan? Hè? Het is een documentaire van Hugo van Laarwijk... waarbij een klein aapje, Flint, zijn moeder overlijdt. Dat aapje is zo verwend. En die andere aap, op het moment dat de moeder overlijdt... laten die andere apen Flint echt
stikken en Flint gaat dood. Ja. Uit de eigen groep. Waarom laten die apen dan die kleine Flint sterven? Eigenlijk is dat niet normaal. Heel vaak bij chimpansees worden die vondelingen, of wat je ze ook noemt, die worden geadopteerd door andere individuen. Maar het verhaal van Flint is een beetje moeilijk, want ik weet dat het verhaal gaat dat Flint overleden is 3 weken later of zoiets. Ja. Omdat hij zoveel pijn had, want zijn moeder was overleden. Maar er zijn alternatieven, en ik wil het verhaal niet bederven, maar er zijn andere wetenschappers die hebben gezegd dat misschien had Flo, zijn moeder, een hele erge ziekte. En had Flint, omdat hij altijd bij haar was, dezelfde erge ziekte. En is gewoon 3 weken later overleden. En de andere apen zijn misschien weggebleven omdat ze zagen dat hij ziek was. En als een individu erg ziek is, dan moeten ze daar voorzichtig mee zijn. Mm. Dus er zijn alternatieve verklaringen voor dit hele geval. Wat moet de conclusie zijn? We hebben hier een Maruska-pop. Ja. En ja? Hij is niet zo groot, u gebruikt hoor. Dat in uw boek om aan te tonen dat onder al die lagen van ons kom je toch steeds sterker naar de kern van de evolutie toe. Ja, de Maruska-pop is echt een biologische pop. Omdat binnen elk verschijnsel zitten andere... Oh, het gaat steeds maar door. Ja. Binnen elk verschijnsel zitten andere verschijnselen. En in de biologie is het natuurlijk zo dat oudere zaken worden altijd gebruikt in nieuwere zaken. Dus bijvoorbeeld als je een walvis opensnijdt, dan vind je beenderen erin. Die voor lopen eigenlijk geschikt zouden kunnen zijn als de walvis nog zou lopen. Zelfs in slangen vind je nog ledematen in sommige slangen. En dus oudere delen worden eigenlijk nooit weggegooid en worden meestal ingebouwd in nieuwere delen. Dus bijvoorbeeld onze hersenen hebben allerlei delen die je al bij de reptielen kunt vinden. Die zijn nog steeds actief en werkzaam en doen allerlei interessante zaken. En hetzelfde argument hanteer ik voor empathie, is dat empathie heeft een hele eenvoudige basis. En dat is waarom bijvoorbeeld onlangs empathie gevonden is in muizen. Dus muizen hebben empathische reacties tegenover elkaar. Maar dat is natuurlijk niet het soort van complexe empathie wat wij hebben, waarbij je je voorstelt hoe iemand zich voelt onder deze omstandigheden. Ik geloof niet dat een muis daartoe in staat is. Maar een chimpansee is daar in zekere zin wel toe in staat. En dus je hebt die hele eenvoudige vormen. En daarbovenop heb je iets complexer. En dan heb je nog iets complexer. En zo gaat dat verder. Het is interessant. Laten we eens kijken of we het kunnen toepassen op de politiek. Ja, en op het gedrag van mensen. Want als u nou zegt dat die... Zou je nu kunnen zeggen dat mensen in principe als... Wat vindt u? Zijn wij in principe slecht en doen we af en toe goed? Of zijn we in principe goed en doen we af en toe slecht? We zijn in principe zelfzuchtig en competitief. Maar we hebben als heel sociale soort allerlei neigingen die dat verzachten en compenseren. En daar maken we gebruik van in onze, bijvoorbeeld in onze morele systemen. Dus we hebben de capaciteit om heel goed te zijn, maar we hebben duidelijk ook de capaciteit om heel erg slecht te zijn tegenover elkaar.